Een goede avond vanuit het nietige Ramsdonk, beter bekend als Den Haaikant, waar wethouders nog gewoon in de ton stappen, waar de prins een prinses is en waar diezelfde prinses op haar beurt weer wethouder is. Alles Ramsdonk hier nog gewoon in kan. Doordat carnaval heel vroeg valt en daardoor alles opschuift, kan het dus voorkomen dat de verkeerde weersvoorspellingen van Erwin Krol nu dus ineens wel goed uitkomen. Het zal de bouwers van CV De Taptrappers allemaal een dikke worst wezen. De Taptrappers zijn al op Prinsjesdag begonnen met hun wagenbouw, maar zitten desondanks toch flink in tijdnood. En ze hebben er dan ook flink de P in. En dat kan hun eigen leutvorst, Prins Appelmoes, alleen maar beamen. Luister maar, zegt Prins Appelmoes, hoe hebben jullie er de P in? Flink. In Helmond hebben ze dan wel de langste optocht, maar voor de hoogste optocht moet je toch wel echt in Ramsdonk zijn. De Taptrappers hebben vanaf hun oprichting in 1999 al 5 maal de eerste prijs gewonnen bij de grote wagens. U hoort het goed, al 4 keer. Ze bouwen als gekken en het is dan ook hun must en hun leven. En je kunt ze er zelfs overdag voor wakker maken. En tussendoor moet er natuurlijk ook nog flink gezopen worden. Want het zijn namelijk de Taptrappers die er garant voor staan dat Bavaria niet onder de bedreigde bierstoorten valt. Het bouwen moet dan ook in een moordend tempo en het kan eigenlijk niet snel genoeg. Maar als de redding het hoogst is, dan is de nood nabij. Hé mannen, hebben jullie eigenlijk al eens een keer over nagedacht om bijvoorbeeld gewoon niet mee te doen aan de optocht? Dank wel, mee. Want dan ben je natuurlijk snel klaar. Hupsakee, ook weer geregeld. En dan hebben we natuurlijk nog de weerspreuk. Zijn voor carnaval de dreigementen op onstuimig weer enorm, dan loopt het 10 van de 9 keer geen storm. Kan hij daar even schoten van eraan? Hij kan. Wat zit hier te verwikkelen? Loopie! Wist jij trouwens dat door die vroege carnaval dit jaar pakjesavond gelijk valt met Prinsjesdag?